Dan wordt flexibiliseren vaak ingezet om logistiek. Hè. Je kan twee lesjes omdraaien of een andere volgorde. Dat is geen flexibiliseren. Flexibiliseren is zorgen dat de student precies datgene kan doen wat bij hem past, zodanig dat hij op de goede plek in de maatschappij komt. Nou, en dat begint de aandacht te trekken. Open education, dat gaat uit van de kracht die in dit geval de student zit. Dus wie wil ik zijn, waar wil ik me in ontwikkelen, in ons geval dan binnen de IT-context. Ik geef studenten de mogelijkheid om een eigen curriculum te bouwen. Daarvoor halen we elk semester een stuk of 100 open innovatieopdrachten op uit het bedrijfsleven die met ons samenwerken. Dus alles wat je leert heeft een betekenis in de werkelijkheid, is voor het echt, zit een echt probleem achter met een echte stakeholder. Dus de dingen die je leert kun je toepassen. In klassieke vorm zet je als docent een opdracht uit en je verwacht dat de student inlevert als het helemaal perfect is. Terwijl in dit fouten maken mag, sterker nog, als het een keer flink ontploft, dan ben ik altijd hartstikke blij, want dan vindt er zoveel leren plaats. En dan is het zo betekenisvol wat er allemaal gebeurt. Dat is alleen maar goed. Dus laat hem er ook uitkomen.